club. Winterkampioen VVV hervat morgen de competitie met een lastige uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. Straks een vooruitblik, verder nieuwe functie voor Stan Valks en wie wordt binnengehaald als nieuwe linksback. Maar nu eerst het antwoord op de vraag hoe VVV de winterstop is doorgekomen. Nou, de winterstop was even lekker natuurlijk. Winterkampioen, ga je natuurlijk lekker allemaal vakantie vieren. En iedereen goed zijn rust gepakt, denk ik, na een goed eerste seizoenshelft. En dan begin je weer en dan was het toch wat vervelend. De trainingskamp niet helemaal zo liep door het weer, met wat minder fel door het slechte weer en dat we de wedstrijd niet konden spelen. Alleen we hebben daarentegen goed kunnen trainen, dus ik denk dat we er klaar voor zijn. Het enige nadeel was dat we niet konden oefenen tegen Utrecht. Dat was wel een domper. Maar dat was overmacht, dus dat is niet anders. Dus we moeten het zonder een oefenwedstrijd doen. En dat zei zo. Ja, dat waar ik op doel inderdaad. Van ja, dat lijkt me wel een gemis, toch? Zeker ook als je nog proefspelers erbij hebt zitten. Ja, dat was een mooi moment geweest om de jongens te testen. Dus dat is ook een gemis. Maar ja, ik heb er geen invloed op gehad. En nog steeds niet. Dus daar kunnen we heel lang over doorpraten. Maar het is niet zo. Dus we gaan morgen zonder oefenwedstrijd die pot in. De proefspelers die Stijn dus niet in een wedstrijd in actie kon zien de afgelopen week zijn Abel Tamata en José Manuel Casado. Die laatste is alweer vertrokken uit Venlo. Tamata, oudspeler van PSV, Rode JC en FC Groningen, lijkt dus de kandidaat voor de linksbackpositie. Ja, wij willen wel een linksback erbij en het liefst ook zo snel mogelijk. Want dat is toch wel de positie die echt heel slecht bezet is. Zeker nu Rutte nog niet fit is. Maar goed, je moet wel de juiste personen hebben. En op het moment dat we die niet vinden of we zijn niet tevreden, ja, dan wachten we. Maar liever zo snel mogelijk. We gaan in gesprek. Die jongen heeft meerdere opties. Dus die weet niet. Wij willen graag snelle besluit van hem. En daar gaan we nu mee in gesprek. En als dat te lang duurt, dan schakelen we door naar de volgende, zeg maar. Dus wij willen wel zelf de regie houden en niet afhankelijk zijn. Iedereen krijgt natuurlijk tijd om een paar dagen te bedenken, maar we willen wel zelf de regie houden. Daarmee zijn we bij Stan Valks. De oud-international uit Arsen heeft een nieuwe functie bij de club. Alhoewel, nieuw? Nou, het is niet echt een nieuwe functie en ook niet echt een nieuwe rol. Het enigste eigenlijk wat echt veranderd is eigenlijk de titel. De titel was voorheen adviseur voetbalzaken. En dat klinkt dan een beetje wat afstandelijker en wat vrijblijvender. Dat was het niet. Ik was hier, ik was hier bijna iedere dag. Ik ben er ook 7 dagen in de week mee bezig. Dus we dachten om het op deze manier toch wat meer, dat het gewoon hartstikke serieus is. Hij is heel nauw betrokken geweest bij het samenstellen van deze selectie. Hij is daar dag in dag uit mee in de weer. Stan is iemand waar ik elke dag heel veel contact mee heb, maar natuurlijk Maurice Stijn ook. Je kunt hem op elk gewenst moment bellen en hij reageert meteen. Maar het is ook iemand die heel veel ervaring heeft inmiddels. Hij heeft ervaring opgedaan bij andere clubs als technisch directeur, natuurlijk ook als speler. Dus hij kent de taal van de voetballer, maar hij weet ook gewoon wat er speelt in de voetballerij. En kan heel snel en goed schakelen. En dat is denk ik voor ons heel belangrijk. Ja, voor mij is het ideaal werken met Stan in de situatie zoals hij nu is. Dus heel veel communicatie, de lijnen zijn kort, altijd openheid, alles is bespreekbaar. Dus Stan zorgt voor rust. Stan heeft gewoon ongelooflijk veel kwaliteiten waar ik echt blij mee ben dat hij zich langer aan de club verbonden heeft. Een paar jaar geleden was je hier ook, niet als manager dan ook, maar meer in die rol van adviseur. Toen kwam er een club uit Cyprus en Stan Valks was weg. Kan dat nu ook gebeuren? Nou, dat is niet de insteek in ieder geval. Daar ga ik niet vanuit. Ik wil graag met VVV de Eredivisie in en dan een paar jaar in ieder geval proberen de Eredivisie te behouden. Dus dat is de insteek en dat is ook wat we 3 jaar geleden zijn aangegaan met Maurice Stijn. Het bestuur, zeg maar. Dus we hopen dat nu mooi te bekronen in ieder geval met de promotie. Valks heeft dus niet de intentie om plots te vertrekken uit Venlo. Stijn heeft dat ook niet, ondanks hardnekkige geruchten in de winterstop. Kijk, je wordt altijd, omdat je een verleden hebt bij clubs en omdat je in het verleden al vaker benaderd bent door bepaalde clubs, wordt jouw naam daar heel vaak in contact gebracht. En in dit geval was er niks concreets en heb ik daarom ook daar niet op geantwoord naar buiten toe. Want als het niks is, dan ga ik ook
ja, daar niet zomaar allerlei dingen over roepen. En mocht het wel wat geworden zijn, had ik intern ook al aangegeven dat ik absoluut nu niet wegga bij VVV. Dus ik had al aangegeven, los van welke club er zou komen, dat ik met deze club kampioen wil worden. Dus dat was mijn verhaal. In Venlo lijken alle ogen de laatste dagen al gericht op de derby volgende week tegen MVV. Er wordt van alle kanten actie gevoerd om de koel zo vol mogelijk te krijgen. Stijn en zijn mannen hebben uiteraard focus volledig liggen op de lastige competitieervatting morgen tegen Cambuur. Het is prima dat de mensen van de club bezig zijn met de thuiswedstrijd tegen MVV. Want daar moet veel voor georganiseerd worden. We willen een vol huis hebben. Maar ik ben daar totaal niet mee bezig. Ik ben bezig met de wedstrijd tegen Cambuur. Dat wordt een hele lastige. Cambuur is voor mij nog steeds titelkandidaat. Gezien ook het materiaal wat ze hebben. Het is gewoon een uitstekende ploeg. En die zullen die wedstrijd aangrijpen om het gat tot 8 punten te verkleinen. Dat wordt gewoon een hels karwei morgen in Leeuwarden. Maar wel mooi, want wij gaan daar ook met veel vertrouwen naartoe. We zijn koploper. En zo benaderen we ook die wedstrijd. Maar wij zijn nog niet, ik in ieder geval niet, en de spelers ook nog niet bezig met de wedstrijd tegen MVV. Ja, je ziet, ze hebben gewoon heel veel kwaliteit. Het is gewoon, ze zijn gedegradeerd. En je ziet gewoon dat qua breedte hebben ze gewoon heel veel kwalitatief goede spelers. Dus ze hebben gewoon te slecht gepresteerd eigenlijk voor wat ze kunnen. En daardoor is het ook een lastige wedstrijd. Op papier is Cambuur uit sowieso een lastige wedstrijd. Dus ik weet niet of ik daar ooit wel een keer 3 punten mee heb genomen. Maar het is altijd lastig om daar uit te spelen. En zeker nu. Ik denk dat ze ook zeker niet uit moet vlakken voor het kampioenschap. Maar mochten we dan mogen winnen, denk ik dat we hun in ieder geval op een groot gat slaan. Ik zie je veel praten met de groep vandaag op de training. Heeft dat er ook mee te maken? Nou niet specifiek met Cambuur. Maar zo'n dag voor de wedstrijd probeer toch nog even wat extra accenten aan te brengen in de training. Om de jongens optimaal voor te bereiden. En we hebben ook al even niet gespeeld. Hè? We hebben 4 weken niet gespeeld. Dus ja, dan moet je toch weer even wat dingen herhalen. VVV moet het morgen nog steeds doen zonder de geblesseerde Moreno Rutte. Stijn is extra voorzichtig met de rechtsback. Volgende week maandag spelen we een oefenwedstrijd na MVV. Dus ik hoop dat hij dan een half wedstrijdje kan spelen. En dat gaan we het heel rustig opbouwen. Niet zoals vorige keer dat we hem dat hij erin gaat en dat hij nou weer 20 minuten moet afhaken en er weer 2 maanden uit is. Dus daar zijn we heel voorzichtig mee. Hoe is het met de rest van de selectie? Goed, iedereen is fit. Ja, zoals heel vaak. Dus dat betekent, morgen kun je in principe dan met je sterkste opstelling starten. En heb je keuzemogelijkheden, denk ik. Hunten, Slegers, dat ben je nog niet uit? Hunten, Slegers, Resida, die doen het gewoon allemaal goed. Dus daar neem ik morgen een beslissing over. De laatste keer dat VVV bij Cambuur op bezoek ging, was in 2012. Mede door het 0-0 gelijkspel daar in de play-offs handhaafden de Venlonaren zich toen uiteindelijk in de Eredivisie. De seizoensopening in augustus in de Kuhl tussen beide ploegen leverde direct een mooi resultaat op voor VVV. Dat toen won door goals van Krooi en Suntjes. Graag tot volgende week. Dan zijn we er eenmalig niet op donderdag, maar op vrijdag.